Welkom bij deze video. Ik ben Yvonne Pecht van Groteleer.net en in deze video gaan we tappen tegen jaloezie. Ik ga even naar je jaloerse gevoel en geef jezelf een cijfer tussen 1 en 10 voor hoe jaloers je bent. Dus 1 is niet zo heel erg jaloers en 10 is echt super jaloers. Oké, dan gaan we beginnen. Doe en zeg mij maar na. Ik ben jaloers en toch hou ik van mezelf en accepteer ik mezelf volledig. Hoewel ik jaloers ben, hou ik van mezelf en accepteer ik mezelf volledig. Ik ben jaloers. Ik ben bang dat mijn partner niet trouw is aan mij. Ik ben bang dat hij dingen doet met anderen die hij niet zou moeten doen. En dan voel ik me enorm jaloers. Ik blijf er maar aan denken. Ik blijf er maar over piekeren. Ik doe misschien dingen die ik niet zou willen doen, zoals de telefoon controleren. En hoewel ik jaloers ben, hou ik van mezelf en accepteer ik mezelf volledig. Ik ben jaloers. Ik kan me zo jaloers voelen. Als mijn partner niet bij me is, dan ben ik bang dat hij me ontrouw is. Dat hij dan dingen doet die ik niet wil. En dan voel ik me onzeker. Ik voel het in mijn maag. Ik voel het in mijn hartstreek. Pieker. En ik kan het maar niet loslaten. Ik blijf er maar aan denken. En het blijft mijn gedachten beheersen. Waar zou hij zijn? Met wie zou hij zijn? Zou hij zich wel netjes gedragen? Ik weet dat ik me niet jaloers hoef te voelen. Want ik weet dat hij van me houdt. En toch, als hij niet bij me is, komen de jaloerse gevoelens weer op. Ik heb dan de neiging om hem te gaan controleren. Of zijn telefoon te controleren. Want ergens in mij is een gevoel dat zegt: ik ben niet genoeg. En ik kies er nu voor om dat gevoel volledig los te laten. In het verleden heb ik misschien ervaring gehad met relaties waarin ik niet goed genoeg behandeld ben. Misschien heb ik ervaring met partners die deden wat ze niet zouden moeten doen. Maar ik weet dat dat niks over mij zegt. Dat zegt iets over hun. Dat zegt niks over mijn waarde. En ik kies er nu voor om die ervaringen volledig los te laten. Want ik weet
dat ik liefde waard ben. Ik weet dat ik trouw waard ben. Ik weet dat ik een partner waard ben die mij met respect behandelt. En die geen dingen doet die hij niet zou moeten doen. Ik laat elke twijfel hierover nu volledig los. En ik vertrouw erop dat ik liefde waard ben. Ik kies nu voor vertrouwen. En ik laat alle twijfel hierover los. In lichaam, geest en ziel. Oké, haal diep adem. Oké, ik hoop dat dit helpt, zodat je je minder jaloers voelt. Ga nog even terug naar dat jaloerse gevoel en geef jezelf nog een keer een cijfer tussen 1 en 10. Om te kijken hoe jaloers je je nu voelt. Geef ook even een like op deze video. Kun je altijd terugkeren als je daar behoefte aan hebt. En misschien vind je het ook leuk om je te abonneren op mijn kanaal. Dan kun je altijd de nieuwste video's zien. En kijk ook zeker even op mijn website www.grotebeer.net voor nog meer nuttige informatie. Fijne dag!